je schouder aan. Ja? Ja, pak hem maar beetje. Ja? Je schouder. Ja. Eén oog dicht. Ja? Door de kuiltje van het veetje naar de puntje van het paaltje. Daarmee schiet je op zo'n steek. Oh, oké. Okay. Ja. Maar we gaan nu eerst naar Marieke van Ruitenbeek. Zij is een jonge, ambitieuze zangeres uit Beek. En die plaats gaat ze ook echt nooit meer verlaten. En daarom heeft ze er een nummer over gemaakt. En met dat nummer kwam ze binnen op nummer 6 in onze Gelderse Top 100. En binnenkort komt ook nog eens haar debuutalbum uit. En let op hoor, daar ga ik. Het nieuwe album gaat heten Ongelooflijk Fantastisch. Komt uit op 17 mei. En er staan 10 liedjes op, Nederlandstalig. Het gaat eigenlijk over de liefde. Iedereen heeft wel iets met liefde. En ja, het gaat over alle soorten liefde. Dus het gaat over de leuke kanten van de liefde. En ook over de minder leuke kanten. Ik blijf je maar missen, al wil ik het niet. Ik blijf aan je denken, al helpt dat me niet. En ik vraag me steeds af hoe het nu met je gaat. En of iets van mij ook bij jou nog bestaat. En mijn zangcarrière begon eigenlijk op het conservatorium, waar ik 4 jaar heb gestudeerd. Heel veel heb geleerd. En ik heb ook veel covers gezongen en opgenomen voor op YouTube, Facebook. Daar kreeg ik al leuke reacties op. Maar eigenlijk pas na het conservatorium ben ik echt veel mijn eigen muziek gaan maken. En heb ik ook gekozen voor Nederlandstalig. En met de Nederlandstalige muziek kan ik het beste overbrengen wat ik denk en wat ik voel. En ik vind het heel leuk om met de taal te spelen. En dat lukt me in het Nederlands het allerbest. Ik heb een liedje, Ik heb graag dat je bij me. En daar houdt het op. En dat is wel een heel leuke speling, vind ik, omdat je het zelf kan invullen. En het hele liedje lang kan je zelf dingen invullen zoals jij dat wil. En daardoor is voor iedereen is het anders. En dat vind ik spelen met de taal. Maak je geen zorgen, met mij gaat het goed. Ja, mits je niet weet dat ik de uren tel van alleen zijn, van denken, van veel te veel ruis. Op een gegeven moment had ik 8 liedjes gemaakt. Toen dacht ik, nou, als ik er 10 heb, dan kan ik wel een album maken. En die kwamen ook al snel, de laatste 2. Toen had ik 10 liedjes, dacht ik, ja, hier ga ik iets mee doen. Toen keek ik in mijn portemonnee en dacht ik, oké, er moet nog wel wat gebeuren qua geld. En ja, het klinkt niet zo charmant, maar je hebt het toch wel nodig om een album te maken. En toen heb ik gedacht om een crowdfunding te beginnen. Liefde jij, ik wil me bijna voor je excuseren. Ik had op 21 december een concert georganiseerd. Waar ik de liedjes voor het eerst heb laten horen aan de mensen. En na 3 dagen was daarna het geld ook binnen. Van wat ik nodig had om het album te maken. Dus dat was verrassend snel. Ja, heel bijzonder. Iedere week een mooi exemplaar van jou. Een wekelijks verlangen naar nieuwe verhalen. Wat ik eigenlijk hoop is dat heel veel mensen in Nederland mijn muziek gaan horen. Gaan draaien natuurlijk. En ze iets eraan kunnen hebben. Zowel aan de hele positieve liedjes als de liedjes als je wat minder voelt. Dat ze dat kunnen gaan waarderen. Dat lijkt me super. Lief ben jij voor mij.